Sportjournaal van dinsdag 18 mei 2021. Vandaag bespreken wij alle nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus. Er is namelijk goed nieuws, we mogen weer binnen gaan trainen. Alle vrienden mogen binnen gaan trainen. Dit geldt voor de locaties Weert, Stramprooi en Nederweert. De lessen zullen vanaf deze week binnen worden gegeven. Voor alle breakdance-leden, ook jullie mogen naar binnen. En dit geldt voor de locaties Weert, Stramprooi, Budel en Roermond. Ook alle paaldansers mogen weer naar binnen. Het oefenen van dezelfde oefening is niet toegestaan. Het wordt dan gezien als een groepsles. Er mogen maximaal 2 leden per paal. Alle streetdance en kidslessen in Meijl en Stramprooi kunnen ook weer binnen worden hervat. Helaas blijven alle leden uit Weert die aan het trainen zijn voor de online eindshow Twisted 21 buiten trainen onder de Bosshoeverbrug. Dit omdat sommige groepen zijn samengevoegd en hierdoor de groepsgrootte te groot wordt, waardoor we dus buiten moeten blijven trainen. Mocht het heel erg slecht weer zijn, kunnen we hier natuurlijk een uitzondering voor maken. Nog even iets heel belangrijks. Zorg ervoor dat als je in een dansschool komt, dat je zonder papa of mama komt. Helaas mogen er bij de lessen nog geen publiek zijn. Ook voor de leden ouder dan 26 jaar is er goed nieuws. We hoeven namelijk vanaf woensdag geen blokslessen meer aan te bieden. Dat betekent dat we allemaal aan dezelfde les mogen deelnemen en we geen subgroepjes meer hoeven te maken. Dit gaat in vanaf aanstaande woensdag. En we wensen jullie daar natuurlijk heel veel plezier bij het college of onder de Bosshoeverbrug. Ook voor alle Minimoves-leden, jullie kunnen weer het hele uur deelnemen aan de les, samen met papa of mama. Deze lessen worden wel nog alleen buiten aangeboden. Bedankt voor het kijken. Mocht er vragen zijn, horen wij die uiteraard graag. Doei doei! Dag!